echt bij geheugen. Ja, dan is er ook nog iets waardoor dat dan die download dubbel in het geheugen komt of zoiets. En dan raakt het geheugen wel op, alles bij elkaar. En dan werkt het dus niet. Dus dan gaat het fout. Dus dat zal waarschijnlijk ook alleen op oude machientjes zijn. Maar goed, dat soort dingen zitten erin. Desalniettemin kun jij de server van een DVD-fabriek kun je op Syllable Desktop laten draaien. En dat machine dat deed duizenden transacties per dag via ons netwerkfilesysteem, wat Kurt ooit zelf geprogrammeerd heeft 10 jaar geleden. Dus dat is helemaal niet veel gebruikt en helemaal niet veel getest. En dat is een origineel ATIOS Syllable netwerkfilesysteempje. En dan kun je een DVD-fabriek op draaien. Want als er niet te veel dingen tegelijkertijd achter elkaar gebeuren, zodat er niet te veel dirty cache uit komt te staan, of dat dat via een methode gaat waardoor het geheugen niet opraakt, dan gaat het gewoon goed. Dus of desktop nu stabiel is of niet, dat hangt er totaal vanaf wat je ermee doet. Maar goed, dat is dus niet stabiel voor algemeen gebruik. Dus als jij dat systeem op het internet zet en mensen downloaden Battle of Westnot en het systeem dat vernietigt zichzelf, ja, dan is het gewoon niet bruikbaar, niet verkoopbaar en niet marketable. Dus dat is gewoon de toestand. Nou, het vierde kip-ei-probleem, en dat is eentje die niet zo heel helder is voor de meeste mensen. Language bindings. Met ronde haakjes, ja. Maar daar hebben wij natuurlijk een ander plan voor. Language bindings, dat zijn interfaces van programmeertalen naar jouw systeem toe. En het punt daarvan is, de meeste dingen die ik tot nu toe gezegd heb, die kunnen verholpen worden door meer en betere vrijwilligers. En er zijn bepaalde redenen waardoor die niet komen of niet meer komen. En als je toch vrijwilligers wilt aantrekken om te programmeren voor je, en dan heb ik het vooral over applicatieprogramma's, dan willen zij het liefst hun favoriete programmeertaal gebruiken, degene die ze al kennen. En Syllable is een klassiek ontwerp. Ik zei al, gemodelleerd naar BOS, vooral op het hogere niveau. En dat is een ontwerp wat in de jaren 90 gebruikelijk was. Dat jij een bepaalde systeemprogrammeertaal kiest waar je je systeem in maakt. In ons geval en in het geval van BOS C++. En dat je daar dan dus ook je applicaties in moet schrijven. Nou, dat was toen gebruikelijk en in de jaren 90 was iedereen daar al heel blij mee. Als je een mooi ontwerp had, dan was dat al een hele grote vooruitgang ten opzichte van dingen uit de jaren 80 die een beetje bij elkaar geknipt en geplakt waren in de loop der tijd. Dus begin jaren 90 had je een paar van die mooie ontwerpen die het beter deden dan in de jaren 80. En C++ was toen in de mode. En nou, dan had je een heel mooi systeem in C++ met nog wat C eronder in de kernel. En dan moest je je applicaties in C++ maken en daar was iedereen heel blij mee toen. Maar ja, C++ is wel heel ingewikkeld eigenlijk, relatief, als programmeertaal. En tegenwoordig, wat in feite het afgelopen decennium gebeurd is, ook door de verdere opkomst van het internet en een verschuiving, wat ik eerder ook al zei, er is nu een cyclus van verschuiving van invloed van de desktop naar de server toe. Ik begin nu wel weer een klein beetje terug te draaien. Maar heel veel applicaties zijn tegenwoordig websites. Die waren daar oorspronkelijk helemaal niet geschikt voor. Maar er zijn hele sterke krachten waardoor applicaties naar websites aan het verhuizen zijn. En dat heeft vooral met het beheer te maken en de ontwikkeling.
En dat staat helemaal tegenover wat we met Syllable Desktop aan het proberen zijn. Dat is dat je een hele mooie omgeving maakt voor desktop applicaties die dus niet op een netwerk draaien, maar op je eigen machine. En die heb je altijd nodig voor je basissysteem. Maar als er een verschuiving is naar webapplicaties, ja, dan... Ja, aan de ene kant is dat vervelend, omdat we daar geen specifieke ondersteuning voor hebben. En aan de andere kant is het ook heel gunstig, omdat het betekent dat je het gebrek aan applicaties minder nijpend is als je een hele goede webbrowser hebt. Nou, we hebben een hele aardige webbrowser die voor een project als wij heel behoorlijk is. Maar ook weer niet dat hij mee kan draaien met de top browsers, de paar die er nu zijn. Dus dat is ook weer een geval van glas half vol, half leeg, net van hoe je er naar kijkt. Of wat je doel op dat moment is. Maar een van de dingen waardoor die websites zo opgekomen zijn, is dat je die programmeert op de server. En dat het niet uitmaakt in wat voor programmeertaal je dat doet. Want het heeft een webinterface. Dus als jij die webinterface nou maar genereert in HTML en wat JavaScript en nog wat andere door dingen die een beetje aan elkaar geknipt en geplakt zijn in de loop der tijd, ja, dan kun je verder. Voor de rest ben je helemaal vrij in de programmeertaal die je op je webserver gebruikt. Nou, dat is voor ontwikkelaars is dat geweldig. Er is een enorme vrijheid door ontstaan. Nou, dat heeft een situatie gecreëerd dat er allerlei geïnterpreteerde nieuwe talen gebruikt worden sindsdien op webservers. En ja, dat staat heel erg diametraal tegenover een desktop systeem wat je alleen in C++ kunt programmeren. Dus wat de afgelopen 10 jaar heel belangrijk is geworden, als je nog mensen wel native applicaties wilt gaan laten programmeren, dat je interfaces moet aanbieden naar jouw systeem via andere talen. Nou, dat is ontzettend veel werk. En alle andere delen van het systeem zijn ook al ontzettend veel werk. Het is al ontzettend veel werk om het stabiel te krijgen. Het is ontzettend veel werk om drivers over te zetten van andere systemen. Het is ontzettend veel werk om dat allemaal te onderhouden als je het eenmaal hebt. En het is al ontzettend veel werk om die ene C++ interface te ontwikkelen en bij te houden. En wat je moet doen als je bindingen maakt vanuit andere talen, dan krijg je een vertaalprobleem, net als met andere menselijke talen. Dat als je bijvoorbeeld in Europa, ja, wat waren de getallen ook weer? Er zijn iets van 12 of 15 verschillende talen of zo in Europa. Die moeten door de Europese Unie allemaal vertaald worden. En als je dat dan wiskundig uitrekent, dan krijg je dus ontzettend veel combinaties. Dus nou, dat is eigenlijk de toestand in het wilde westen van Linux en X11 en allerlei tientallen toolkits daarbovenop. Als jij bijvoorbeeld in Python wilt programmeren, en je doet dat dan weliswaar op X11, maar je hebt dan keuze uit 20 toolkits. En al die 20 toolkits moeten dan een binding gemaakt hebben met Python. Dus dat is 20 keer een binding maken met een hele toolkit. Dat is ontzettend veel werk. Nou, en de volgende, dat jaar daarna, is Ruby opeens in de mode. En dan zegt iedereen van ja, maar ik wil niet in Python programmeren, ik wil in Ruby programmeren. Dus dan moet je die 20 bindingen moet je nog een keer overnieuw gaan doen voor Ruby. Nou, dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen. Het is altijd heel veel werk, maar je kunt wel een truc toepassen om het heel erg minder te maken. En dat is dezelfde truc die ze in de Europese Unie ook doen. Als jij die 15 talen of zo vertaalt naar Esperanto, een kunstmatige taal die daar min of meer ook voor bedoeld is, dan heb je nog maar 15 vertalingen nodig. En dan kun je vanuit Esperanto kun je weer naar die doeltalen toe vertalen. Dus het gaat dan in 2 stappen, maar je hebt opeens nog maar 15 plus 1 stappen nodig in plaats van 15 keer 15.